Als je met Camtasia Studio aan de slag gaat, zul je na verloop van tijd materialen gebruiken die je wellicht op verschillende plekken op je harde schijf hebt staan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je een map hebt met afbeeldingen waar je de titelclips in maakt, of een map met audio waar je een muziekje hebt staan wat je standaard bij de intro gebruikt of bij de outro. Dat soort materialen kun je heel makkelijk importeren met de Import Media knop. Het is echt belangrijk om te onthouden dat je dan niet de materialen automatisch naar de projectmap kopieert, maar dat in het project alleen een verwijzing opgeslagen is naar die materialen. Nu zou je er natuurlijk voor kunnen kiezen om die materialen zelf eerst handmatig naar je projectmap te kopiëren, maar dat kost extra werk. Het is handiger om gewoon op het moment dat je het project klaar hebt, te zeggen voor File en dan Export Project as Zip. Als je dat kiest, dan krijg je de mogelijkheid om een naam en een locatie aan te geven voor dat zipbestand. In dit geval een map Camtasia Demo en de naam van het project gettingstarted.zip. En wat Camtasia Studio dan doet, is dat alle bronnen uit het project opgeslagen worden in die zipbestand. Nou, alle zijn twee opties voor. Als het vinkje uitstaat hier, dan worden alleen alle bronnen die ook in je tijdlijn voorkomen opgenomen. Zet je het vinkje aan, dan worden ook de bronnen die in de clipbin zitten, die je nog niet gebruikt hebt in de tijdlijn. Dus stel dat hier een plaatje staat, wat je wel geïmporteerd hebt in het project, maar nog niet op de tijdlijn gebruikt hebt, dan wordt ook dat plaatje wordt nu mee geëxporteerd. Wil je dat niet, wil je in zo'n klein mogelijk projectbestand, dan zet je het vinkje uit. Nou, heb je die keuze gemaakt, dan klik je op OK. Er wordt nu een zipbestand aangemaakt en klaar. Het aardige van het zipbestand is dat je dat gewoon op een USB-stick mee zou kunnen nemen naar een andere computer of via het netwerk zou kunnen doorsturen. En als op die andere computer ook Camtasia Studio 7 staat, kun je het daar weer importeren en dan kun je gewoon verder gaan met dat project. Nou, hoe ziet dat importeren eruit? Ik zal het project even sluiten. Nu heb je Camtasia Studio zonder project. Je kiest weer File, dan voor Import Zipped Project. Je moet het bestand opzoeken. Nou, dit was gettingstarted.zip. Een plek waar die het moet uitpakken. Ik kies er even dezelfde map voor. En ik geef aan dat hij het project meteen mag openen. Ik klik op OK. Het project wordt geïmporteerd. En daar is weer het standaard project wat we voorheen hadden. Dus dit is een makkelijke manier om projecten te archiveren. En om ervoor te zorgen dat je een zipbestand hebt met alle materialen, alle bronnen die je in dat project gebruikt hebt. Tot zover!